自転車が一般的ではないトルコに、なんとか自転車の楽しさ、便利さを伝えることができないか。環境や健康の問題も踏まえ、ヤルチンさんが実現したいと考えている課題です。自転車専用道路の必要性を訴えるために、トルコのスタッフと道路の状況を調べています。この日は自転車専用道路や自転車博物館などの提案のため、地域の区長に会うことになりました。Nasıl benim çocukluğumda bisikleti olmak bir önemli bir arzuysa çocuğun, bugün Ankara'nın göbeğinde yaşamasına rağmen bir başkentte bunu arzulayan çocuklarımız var. 2000 metrekare kapalı, 36 dönüm bir alan üzerinde. Hollanda'ya geri dönen Yalçın Bey. 早速訪れたのは、オランダの中小企業家たちの集会でした。この席でヤルチンさんは、オランダの自転車文化をトルコをはじめとする国々に発信していくことができないかと提案しました。この会では、オランダの大臣に意見を伝えることもできました。Of voor een regering. Wij Nederlanders zijn we gewoon grote fietsfabrikanten. Waarom zijn we niet leider van de fietspaden in de wereld? Fietspaden, waardoor het ook veel veiliger is om te fietsen. En dat is natuurlijk ook nog eens een keer een oplossing voor het milieu. Niet alleen voor, ook voor het feit dat je dan in de file staat. Ja. En ja, we kunnen dat niet goed genoeg ook in het buitenland benadrukken. En daar ben je ook een heel mooi visitekaartje voor, zeker in Turkije. この町に暮らすようになって11年、さまざまな苦労を経てここまでやってきたヤルチンさん、初めて自転車修理をしてあげた時のことは今も忘れません。この夏から毎週ヤルチンさんの工場で自転車修理を学んでいる職業訓練生のハッサン君です。ヤルチンさんは中学校や高校で授業の一環として行われる職業訓練に積極的に協力しています。ハッサン君の姿に昔の自分を重ねるヤルチンさん、来年には若者や失業者のために自転車修理の専門学校を開く予定です。ik kom hier sinds toen ik klein was kom ik hier ook zeg maar een fiets brengen en het van me maken sinds toen ここで教わった自転車の魅力と楽しさを再び町の人たちに返したい。En ik kan hun iets geven wat hun nooit meegemaakt om te lossen. Bij mij is gewoon nee bestaat niet. Weet je, ik kan alles gewoon met de werk wat ik doe. En dat maakt ik gewoon klant heel gelukkig en blij.自転車に乗ることで少しでも幸せな暮らしを送ってほしい。ヤルチンさんは今日も新たな試みを続けます。